Beste vrienden, daar zit hij dan. Chef voetbal, Telegraaf. En we zien hem vaak ook bij Veronica Insight. Valentijn Driessen. Hey, zullen we gelijk maar beginnen met het nieuws van de dag? Ja. Die Jack van Gelder, wat hij allemaal over jou zegt. Hallo? Heb je gelezen? Nee, dan moet je me helpen. Hey? Wat? Gisteravond bij Umberto. Ja, bij Umberto. Nee, ik heb Veronica heb ik zitten kijken. Heeft hij wat over mij geroepen, Jack? Ja, je was negatief ingesteld en je had een vervelende mentaliteit. Oh, ook nog. Ja, ook nog. Die kreeg je die cadeau bij. Ja, ik heb mijn mentaliteit. Ja, Oranje, ik vind Oranje op dit moment een grijze muis. En ik vind dat als je in zo'n toernooi zit, dan moet je ook wat achterlaten. En dan, ja, ik denk, als ik aan dit soort toernooien denk aan wedstrijden als Nederland-Engeland in 88 en Nederland-Italië, Nederland-Frankrijk met Van Basten in 2008. Ja, en als ik over 10 jaar op dit toernooi moet terugkijken en dan constateren dat je inderdaad gewonnen hebt van de Oekraïne en van Oostenrijk en van Macedonië, of nee, Noord-Macedonië en Tsjechië. En daarna ben je roemloos uitgeschakeld door Wales of Denemarken of in halve finale door Duitsland of Engeland. Ja. Of eventueel Zweden. Ja, dan denk ik niet dat ik daar met veel plezier op terugkijk. Ja. Het is wel heel typerend dat Frank de Boer, die zei natuurlijk van na die wedstrijd tegen Noord-Macedonië, toen nam hij voor het eerst het woord wervelend in de mond. Ja, en dat klopte, de eerste 10 minuten na rust, maar het was maar Macedonië. Hey Macedonië, hè? Ja, en twee, hey, en toen speelde ze 4-3-3. Hey, en toen speelde ze 4-3-3. Nou, waarschijnlijk heb ik met jou dan een medestander. Ja, nou, heel erg. Jij was altijd de eerste die de Polonaise liep. Ja, en de slingers ophing. Nu niet meer hoor. Nee, want A vind ik het heel zelf helemaal niet leuk spelen. En B vind ik dat we een verkeerde bondscoach hebben. Dus dat vind ik sowieso. Nee, ik vond ook daarom van ik echt gemiste kans. Hij had natuurlijk altijd Ruud Gullit erbij moeten halen. Voor meerdere opzichten. Die had hij natuurlijk prima in thuis gepast. En Ruud van Nistelrooy, die kan er ook heel goed bij. Ja, dat is een beginnen trainen. Dus dan kan hij wennen aan en zien wat het allemaal inhoudt. Maar Ruud had er natuurlijk ook bij moeten zitten. Vergulling. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, als om je maar een uitstraling. En zo. Ja. Als je dan ergens binnenkomt, kom je toch wel met iemand binnen. Ja, maar je hebt wel een medestander hoor, in mij. Want ik heb ook nog steeds gezegd op dit kanaal ook van ik heb het tot nu toe niet echt genoten van het Nederlands elftal. Echt niet. Nee, we hebben veel kwaliteit. En we zijn op dit moment kampioen van de Balkan ongeveer. Ja. Of dat worden we? Ja. Ja, als je dat niet wordt. Ja. Ja, dat is een hele andere titel, toch? Ja, voor je kampioen van de Balkan, toch niet de Europees kampioen? Nee, exact. Nee. Exact. Nee, ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ja, en wat moet ik daar dan mee, weet je wel? En ik ben het ook de hele tijd niet eens geweest met de opstelling. Nee, ben ik nog steeds niet. Nee. Nou, mag ik even jouw opstelling even horen? Kom maar. Ja. Ik vind Stekelenburg in de goal, dan zou ik ook Dumfries nemen. De Ligt, onze vriend De Vrij en Timber achterin. Ja. En dan Daley Blind aan de linkerkant. En dan op middenveld met Wijnaldum, Frenkie de Jong en Gravenberg. En dan voorin met Malen en Depay. Toch moet jij, Valentijn Driessen en jouw krant, moet er een beetje in een spagaat straks. Want jullie zijn vanaf het begin af aan redelijk kritisch geweest over het Nederlands elftal. Wat ik volkomen steun. Maar stel je nou voor dat dat alsmaar doorhobbelt en de lezers van jullie krant, die gaan natuurlijk in de Polonaise. Ja. En daar komt een beetje de spagaat een beetje om de hoek kijken. Want ja, wat moeten jullie dan? Wat gaan jullie dan doen? 7 jaar geleden met de vorige hoofdredacteur, toen zat Jules Paradijs hier nog, die liet ons daar volledig vrij in. En toen ontstond er ook iets in de krant van het eerste gedeelte van de krant. Nou, dat liep met heel Nederland de Polonaise. Ja. En het tweede gedeelte, dat was de sportredactie. Of de voetbaljongens met Jaap. En dan loopt jullie geen. En die liepen niet de Polonaise mee. En die liepen niet de Polonaise, nee. En dat kon gewoon. Met deze hoofdredacteur is het precies hetzelfde. Nou, is het precies hetzelfde. Zijn benadering naar de sportredactie, die laat hij gewoon volledig autonoom. Nee. Hun standpunten bepalen. En wat Binnenland doet en wat de voorpagina doet, ja, dat is iets anders. En dat er kranten verkocht moeten worden, dat begrijp ik ook heel goed. En dat de voorkant
ja, de Nederlanders warm maakt voor het Nederlands elftal, dat begrijp ik ook heel goed. Ja. Dat hoort er ook bij. Hey, wat moeten we met van Frank de Boer denken tot nu toe? Frank de Boer is 4 keer kampioen geworden met Ajax. Dat is een geweldige prestatie. En het enige waar hij op wordt afgerekend is op dat balletje breed, saai voetbal, het zag er niet uit. En dat overheerst nu over 4 kampioenschappen bij Ajax. Nou, Frank de Boer moet uitkijken, dat dadelijk komt hij in de halve finale en dan roept iedereen geweldig gedaan. Nederland is in de halve finale en 3 weken later zijn we het allemaal vergeten en roepen we van ja prima, we zijn dan wel kampioen van de Balkan geworden, maar heb je het voetbal gezien? En we zijn geen Europees kampioen geworden. Het zag er niet uit. En we hebben eigenlijk naar zitten kijken. Nou, en met dit materiaal moet je gewoon wat laten zien. En dat kan ook, want je hebt geweldig materiaal. Dit is dezelfde ploeg die met Koeman gewoon de finale van de Nations League heeft gehaald. Ja. Toen was alleen Van Dijk er. Maar nu zijn er allerlei andere jongens. Die spelen nu bij Barcelona, bij Juventus. Toen niet. Bij Inter en dergelijke. Dus ja, je mag toch best wel wat eisen van dit gezelschap. Waar gaat Nederland eindigen, Valentijn? Normaal gesproken denk ik in de halve finale. En aanvankelijk, voor het toernooi, dacht ik van, nou, halve finale zou een topprestatie zijn. Ja. Zeg maar. Maar als ik deze loting zie, kijk, ik vind het een topprestatie als je onderweg Portugal, Spanje, Duitsland tegenkomt, dan leef je echt een topprestatie. Maar met deze loting, met deze rode loper, ja, vind ik het geen topprestatie meer om de halve finale te halen. Nederland gaat eruit in de halve finale, dat is hem. Ja, denk ik. Nou, dat zou toch wel verschrikkelijk zuur zijn. Dan kom je een tegenstander tegen en dan vlieg je er gelijk uit. Ja. Dan heb je natuurlijk een dramatisch EK achter de rug. Wembley halen we, alleen niet, halve finale. Niet op de goede dag. Nee, een halve finale en dan is het afgelopen. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ga jou nog een heel prettig toernooi toewensen. Dankjewel. Want jullie, ja, je moet nog even door. Ja. Hé, hey, tot de halve finale. Dan mag je me weer bellen. Ja, dan bel ik je op. Ja. Want als ze de halve finale hebben gewonnen, dan bel ik je zeker op weer. Ja, jij bent ook wel zo'n lafaard. Nee, waarom? Gewonnen, je moet me juist bellen als ze verliezen. Dan moet je zeggen, godverdomme, je had het wel goed gezien. Je bent echt de meeste voorspeller. Dan doen we het zo, bij winst of verlies bel ik jou. Ja, heel goed. Daar staat hij, oké? Uitstekend, Harry. De mazzel. Ciao.